Zaterdag 8 juni is er een werkbezoek van de gemeenteraad over het thema dakloosheid. Anton Ports van de Partij van de Arbeid is een van de initiatiefnemers. Waarom dit werkbezoek? Nou, dit werkbezoek is gebaseerd op het comfort uit het feit dat er in deze stad vrij veel mensen dakloos zijn, wat ik niet wist. Ik ben in dat opzicht ook iemand die, ik ben een Almelo en ik heb gevraagd links en rechts in de stad hoeveel mensen er dakloos zijn. Nou, die kwamen ongeveer aan hetzelfde getal wat ik voor de tijd dacht. Maar er zijn veel meer mensen en die problematiek is veel groter dan we voor de tijd konden inschatten. Hoe kan het dat een gemeenteraadslid dat niet weet en toch erover moet besluiten? Nou ja, ik ben. Je woont in Almelo. En omdat je de mensen niet ziet. Je ziet de het is een wat weggestopt verhaal. Mensen zijn ook letterlijk 's nachts op plekken waar je ze niet ziet, vrijwel niet ziet. Dus dat maakt ook dat het je komt de problematiek niet elke dag zomaar tegen. Het bijzondere is dat je, ik ben een aantal keren met Bert Hummels, mijn collega, naast me, de stad in geweest. En dan zie je pas hoe groot de problematiek is en waar die mensen zijn en waar ze liggen en leven. Bert Hummels, raadslid van Leven Almelo, je woont in de binnenstad, bent ook beroepsmatig erbij betrokken. Op deze plek zijn wel mensen uit die doelgroep te zien. Ja, dat klopt. En die wilden niet in beeld en dat respecteren wij. Maar het is zelfs zo dat je ze daardoor ook als gemeente niet altijd in beeld krijgt. Daarom erger ik me dood. Dat is ook een van de aanleidingen voor deze activiteit. Dat de gemeente durft te beweren dat ze alles en iedereen wel in beeld hebben. En ik durf te beweren dat het niet het geval is. En ik hoop dat wij de boel wat beter bewust kunnen maken. En ook de organisaties kunnen laten vertellen wat ze doen en of het effect heeft. En of het anders of beter moet en kan. Hoeveel organisaties zijn bij dit probleem betrokken? Ja, een stuk of 10 denk ik, ongeveer. Maar wij hebben nu Humanitas, Tactus, Dimens, Avedan, de gemeente, Thuisteam Twente. Die hebben we nu voor deze activiteit uitgenodigd. Voor dit werkbezoek? Ja, een werkbezoek en stadswandeling, want we gaan ook de stad door. Niet iedereen blijft buiten beeld, want bij de daklozenopvang hier aan de Westerstraat nummer 4, bij Humanitas onderdak, moet je je inschrijven. Ja, dat klopt. En daarom willen mensen daar soms ook helemaal niet naartoe. En je moet je ook nog aan allerlei voorwaarden houden. En op sommige plekken mag je niet eens naartoe als je geen postadres hebt. Dat maakt het nog veel ingewikkelder. Wat dat betreft is het systeem zo krom als ik weet niet wat. Want er zijn te veel regels voor de mensen die nauwelijks met regels om kunnen gaan. Waardoor ook mensen makkelijk weggestuurd worden. Dan overtreden ze een van die regels en dan krijgen ze een verbod voor 2 maanden of 3 maanden. In plaats van dat ze geholpen worden. Neemt het aantal daklozen in Almelo toe? Ik ben bang van wel. Ik tel ze niet dagelijks, maar ja, ik durf wel te beweren van wel. Hoe komt dat? Nou, je zou kunnen zeggen door de economische situatie en door de situatie alleen al in Almelo, dat er te veel mensen zijn die zichzelf niet kunnen redden. En dat heeft te maken met financiën, dat heeft te maken met sociale problemen, huisvestingsproblematiek, allerlei zaken. Alcohol, drugs. Er zijn ook zat mensen die verslavingen hebben, waardoor ze zich niet goed weten te gedragen. Er zijn ook mensen met een licht verstandelijke beperking die het sowieso, of ze nou wel of niet wat gebruiken. Dat maakt het een stuk ingewikkeld. We hebben toevallig net iemand gesproken die op het oog helemaal niks mankeert, maar die in Deventer in de shit is geraakt en nu op een andere plek hulp zoekt. Maar dat lukt niet, omdat ze doodleuk zeggen van ja, je komt uit Deventer, zoek daar maar hulp. Ja. Zijn er veel arbeidsmigranten? Er komen er wel steeds meer bij, maar die blijven eigenlijk een beetje buiten beeld nog. En hoe dat komt, dat weet ik niet. Maar je kunt wel merken aan de overlast van arbeidsmigranten. En ook het verhaal met de huisvesting wat we nou gaan regelen. Dat is ook een achterlijke gedachte. Er wordt iets bedacht om 650 arbeidsmigranten te huisvesten. Dat gebeurt op een plek waar alleen maar tijdelijke huisvesting plaats mag vinden. Dus na verloop van tijd moeten die mensen daar wegkomen, de nieuwe mensen niet. Maar waar moeten die mensen dan naartoe? Ja, dat gebeurt nu al, dat ze dan op straat komen. Ja. Dus er komen sowieso steeds meer arbeidsmigranten bij de daklozen. En in de grote steden zie je dat al heel erg. Is het percentage arbeidsmigranten zelfs overheersend. Anton Ports, Partij van de Arbeid. Wat heeft zo'n werkbezoek met de raadsleden nou voor zin? Nou ja, het gaat erom dat we raadsbreed laten zien en laten voelen en laten kijken
wat er aan problematiek in deze stad is op dit vlak. En dat is, weet je, het wordt onderschat. Het wordt absoluut onderschat. En ik ben er nu een paar maanden mee bezig. Mede door Bert heb ik me laten verrassen eigenlijk. En in negatieve zin. Ik ben geschrokken van de problematiek die hier op straat plaatsvindt. In Almelo. Dat is eigenlijk onbestaanbaar. Hebben alle politieke partijen uit de gemeenteraad zich aangemeld voor dit werkbezoek? Nee, in elk geval bij mij nog niet. En bij de Griffie weet ik het niet. Maar er is in elk geval een samenwerking van vier partijen. Partij van Arbeid, GroenLinks, SP en wij dus. Die zijn sowieso aanwezig. En ik verwacht dat alle partijen er zijn. Maar ik heb van de Griffie nog niet gehoord wie ze... Dus ook de VVD? Dat verwacht ik wel, ja. En als die er niet zijn, dan slaan we eigenlijk de plank mis. Want dat zijn juist degenen die... Nou, dat is niet helemaal eerlijk. Want er zijn ook mensen van de VVD die wel op de hoogte zijn, maar die blijkbaar niet zoveel kan schelen. Dat klinkt wat zwart-wit, maar zo is het wel. Een van de VVD-raadsleden heeft zelfs haar partner aan het werk in de opvang. Dus wat dat betreft, die is echt wel op de hoogte. En door het onderwijs, dan weet je al haast over wie het gaat, maar dat maakt ook niet uit. Yvonne Bijenhof, kan ik er beter bij zeggen, dat is anders wat zo ingewikkeld gedoe. Die is heel goed op de hoogte, maar het lijkt wel alsof ze op een andere manier daarmee bezig zijn. Alsof het te minder raakt. De raad heeft onlangs bij het wijziging van de algemene plaatselijke verordening besloten dat buitenslapers een boete kunnen krijgen. Een meerderheid heeft daarvoor gestemd. Wat heeft u gestemd? Nou ja, dat is simpel. Daar hebben wij tegen gestemd. Ik stem bijna altijd tegen de APV, Algemene Plaatselijke Verordening, omdat er bijna altijd veel te veel dingen in staan die ik vind dat ze niet deugen.